Oké, daar gaan we staan. Heb je camera? Dit is perfect. Nee, dit is perfect. Nee, okay. Serieus? Nee. 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 Dit is geregeld. Ze hebben gewoon de fotograaf gefixt. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. We laten ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als ze maar met doekoe komen. Vandaag strijden we tegen twee hele enthousiaste types met een echte winnaarsmentaliteit. Allereerst tegen een vrouw met een vlotte babbel die zelfs hoogzwanger een weddenschap durft aan te gaan. Nienke Plas. Ze heeft goed gezelschap van danser, acteur en eigenlijk ja, alleskunner Joefat Westendorp. Zeg het maar, met welke weddenschap denken jullie geld van ons af te troggelen? De weddenschap is: wie van ons houdt het langst een wildvreemde bezig met een fotoshoot? Oké. En voor hoeveel geld willen we spelen? Nienke en ik hebben geld meegenomen en we zijn redelijk zelfverzekerd. Dus een paar ekkies. Een paar ekkies. Wij gaan je hele dag via inzetten, Nien. Dat dacht jij. Wij zetten in totaal €300 in. Oh, we gaan hem aan. Challenge accepted. Wie willen nou geen plaatje schieten van deze twee knappe types? Joefat is misschien wel de Surinaamse Brad Pitt, maar Joost en ik hebben de gladde praatjes. Die €300, die is voor ons. Er zijn natuurlijk wel een aantal spelregels verbonden aan deze challenge. Ja. De tijd die gaat pas in vanaf het moment dat de persoon, de onbekende, instemt met een fotoshoot. Het uiteindelijke doel is wie natuurlijk zo lang mogelijk deze onbekende bezighoudt. Moeten zij op de foto of moeten ze foto's van ons? Jullie zijn de modellen. Zijn de modellen. Nou, voor de verandering. En het is wel zo, degene die je aanhoudt, ja, dat is dan, hè, je krijgt één poging. Oké, en wanneer stopt de tijd? Wanneer zij de telefoon teruggeeft? Op het moment dat die persoon er klaar mee is en inderdaad De vreemde is moet door, weg, ja. Is vermoeid. Ik snap wel waarom jij deze challenge hebt uitgekozen. Een paar mooie foto's met de buik. Hè? Zo, dat is niet slecht toch? Dat is niet slecht toch? Hey, maar oké, tof. Ja? Dat is duidelijk. Goed idee. Ja, toch? Ja. Zullen we kop of munt doen? Ja. Zeg maar jongens, kop of munt. Dame, nu zijn. Ene dame. Kop. 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 Ja. Gaan we, ja? Ja. Het is munt. Ja. Voor onze week is zuur. Wij mogen beginnen. Wat is de gameplan? De gameplan is dat we eigenlijk wel een beetje zorgvuldig het slachtoffer uitkiezen. En dat ik al met een broodje aankom en dat we dan het gesprek in gaan. Dan kun je misselijk worden van het broodje. En diegene moet al ja gezegd hebben. Moet wel ja gezegd hebben. En dan vreet ik dan het broodje op. Kijk, ze hebben gewoon een hele beknopte versie van de reglementen uitgelegd. Ja. Wij kunnen gewoon letterlijk aan het meisje daar, die werkt volgens mij bij die winkel. Nou, ja. Er komt geen hond op dit moment. Klopt. We kunnen gewoon letterlijk €25 bieden om een uur lang foto's van ons te gaan maken. Ja, dan houden wij €125. Nee, 275. Ja, dat is 137,5 de neus. Hey. Crypto mind. Nee. Dus voor een casting, voor een hele grote productie die eraan komt. International. Het is ontzettend belangrijk. Dit kan een big break kan het zijn. Dit kan onze big break zijn, internationaal. I love it when a plan comes together. Maar ben jij bang voor hun? Als zij gewoon iemand tegenkomen die helemaal fan van hun zijn, dan doen ze waarschijnlijk alles. Ja. Dus ik denk dat het nog niet zo makkelijk wordt. Crypto boy, Joshua. Zouden wij een portie friet van jou mogen? Oorlog zonder ui. Oorlog zonder ui. Ja. Er komt dus gewoon een remake van Pretty Woman. Pretty en Woman. Ze willen Europese acteurs. Juist. Ze willen Europese acteurs. Omdat ze willen connecten met... En wij zijn gevraagd om te casten. Dat is geweldig. Ja, ja. Maar ik ben wel een gekke prostituee, hè? Ja. Zo van, ik ben eigenlijk al een soort van voorzien. Prego, maar ja. Jouw praatje vult mijn gaatje. Oh, Nien, lekker! Ze zit gewoon even lekker een patatje weg te buiken. Ze is helemaal niet zwanger. We moeten gewoon even kijken hoor. Voor, we moeten natuurlijk ook balen! We balen al natuurlijk. Ja. Dat dit al gebeurd is al, hè? We krijgen het voor elkaar. Je moet even zo doen. Oh, anders ziet niemand wie je bent. Ja, ziet niemand wie je bent. En we hebben het wel even nodig. We hebben het even nodig. You is the famous, oké. Het is ook een waiting game. Ja, het juiste moment. Het is ook een waiting game. Het juiste moment, de juiste persoon. Niet denken na 3 minuten, hé, we hebben niet nu iemand snel, nodig. Niet te snel. Haastige spoed. Is zelden goed. Daarom. Is dat zo'n meisje die... Nee. Zij heeft scheid aan de wereld. Laat ja, cool. In de winkel staat ook een beetje zo'n teutie. Ja, daar staat zo'n meisje, die staan er met z'n tweeën. Kijk, zo kijk. O,
Oh, wacht, nee, kijk, er komt eentje hier aangelopen. Die vind ik een hele erg... Nee. Nee, voelt het niet goed? Die kan niet uitnodigend. Nee. Nee. Ze is wel heel kieskeurig. Ja. Maar zij wel. Shit. Zij kijkt wel vriendelijk. Ja, gaan ze doen? Hoi. Hoi. Alles goed? Ja. Ja? Ja, ook goed. Goed. Gaat goed. Ja, nou, we hebben wel een beetje een moeilijke middag. Vertel het eens. Nou, het is zo. Wij komen hier net voor een afspraak. Want we zouden met een fotograaf wat foto's maken. We kregen net te horen dat die fotograaf... Wat is er nou met hem gebeurd? Die had een vaccin gekregen. Hij had het vaccin gekregen en hij was helemaal onwel geworden. Nee. Oh, nee. Dat gebeurt, maar, dus, maar wij moeten foto's maken. Want we hebben... mag je niet... Kijk. Eigenlijk mag het... Vertel jij het, maar dan... Oké. Weet je Nienke? Ik ken jullie allebei. Ja. Oh, je kent ons allebei. Oké. Nou, zou je ons willen helpen met het volgende? Wij zijn gevraagd om te casten voor een hele grote internationale productie. Het enige probleem is onze cameraman, die normaal de foto's nu zou maken. Want we moeten nu castingfoto's maken. Die ligt maken. Helemaal op 10:30. Heb jij even tijd, of niet? Ja, en ik heb ook een camera met tas. Oh, oké. Nou, dan gaan we staan. Heb je een camera? Dit heb jij een camera? Dit is perfect. Nee, okay. Serieus? Nee. Nee. Dit is geregeld. Ze hebben gewoon een fotograaf gefixt. Nee, maar deze chick is gewoon een fotograaf. Ja. En we zijn hier en we moeten eigenlijk samen allemaal voor foto's hebben. Weet je wat een formatboekje is? Daar gaan we foto's voor maken. Ja. Ja. Alleen, we moeten echt gewoon best wel veel foto's hebben. Dus we moeten er even tijd voor hebben. Ik heb tijd. Jij hebt tijd? Oh, zou je het echt willen doen? Sorry, yes, hoe heet jij? Anissa. Anissa. Oh, te gek. Ze zeggen dat ze het wil doen. We worden genaaid. Ja, dit is too good to be true. We worden keihard genaaid. Wat een fotograaf. Wat? Oh, je bent echt onze redder in nood. Nee, ik ben geen fotograaf. Maar vertel, waarom heb je dan zo'n camera? Nou, ik heb hem toevallig echt vorige week gekocht. Dus ik ben er nog heel erg mee. Oh, maar dan kunnen we... Dit is een goede camera. Jij kan ons enorm helpen met foto's. En dan kan je zelf ook een beetje oefenen ondertussen. Ja, graag. Oh. Heel graag. Ja, zij kan even lekker de camera uitoefenen. En allemaal foto's maken van Nienke en Juvat. Ja. Nou, die is mega blij. Ja. Als dan haar ligt, gaan ze het uren doen. Die staan niet tot 9:00. Hoe gaan wij dit doen, Joost? Ja. Maar te gek. Zullen we het idee uitleggen van het format? Ja. Ja. Het idee is, we willen eigenlijk Pretty Woman, ken je ervan? Het ging over een man, vermogend, business guy. En die komt in contact met een prostituee. Ik bel ze nooit. Hij wordt verliefd op haar en zij krijgt ook gevoelens voor hem. Want wij zijn er ook bij lopen als een bimbo. En hij is natuurlijk chique man. Zij is eigenlijk helemaal een beetje tokkie meid. Maar die Nienke, die heeft ook de gave om gewoon een uur lang achter elkaar te lullen. En dat je alleen maar ja zit te knikken. Dat maar gaat echt. Maar door. Ik ben zogenaamd de snoerie. De zwangere moet u even wegnemen. Dus misschien kunnen we om de buik wel een beetje heen fotograferen. Ik bedoel, een zwangere prostituee. Ik vind dat alweer gekkig voor de verhaal. Dat is waar. Ik geloof heel erg in de universe. Het klinkt een beetje zweverig wat ik nu zeg. Ben je ook? Ik ga je zeggen, gisteren was ik aan het lezen in The Secret. Ja, en ik ben vandaag, lees The Secret! Ik ben vandaag opgestaan met het idee, oké, vandaag wordt mijn dag. Vandaag komt het op me af, weet je wel. En nu zijn jullie hier. Dit is hoe wij, de vibraties zijn hoog. Hoe gaan wij hier aan een gekke fanboy komen, Joost? Die gewoon 2 uur lang achter ons aanloopt. Wij hebben geen fans. Zullen we wat gaan schieten? Wat is wijsheid? Ik vind eigenlijk het water wel vet leuk. Moet wel een beetje en een beetje goed licht, want wat reflecteert hier nu vanaf. Wat zou een beetje een rijke locatie zijn? Ik zit te denken, we kunnen ook nog een stukje verder die kant oplopen, dus wat verder op de gracht. Ja, toch? Ja, we volgen jou. We gaan door de hele stad gewoon een shoot doen. Dit gaat helemaal top. Helemaal goed komen. Ja, dit gaat veel te goed. We gaan door de hele stad een shoot doen. Kijk, ze gaan. Top. Ja. Vandaag is het eigenlijk. Het is 4:30. Moet je ergens heen? Nee. Oké, anders moet je wel zeggen natuurlijk. Nee, moet je het zeggen, maar fijn. Ik moet heel even in mijn karakter komen. Eigenlijk ben je heel zelfverzekerd, hè? Jij, want je bent de CEO. Hoe willen jullie de foto's hebben? Ben je er helemaal op? Ik totaal? Medium. Ja. En close. En close. Ja. Dit is het beste team waar ik tegen gespeeld heb tot nu toe in Geldrovers. Ik voel me mega kansloos. Ik ook. En ik zou een beetje alsof je net weg wil lopen. Dus een klein stapje mag wel. Juist, dit is een goeie. Juist. Dat is wel heel mooi. Medium close zou ik nu doen. Je lag naar de grond, gewoon no reasons. Gewoon blij, gewoon tegels. Gewoon yes man, ja. De pocket, dat denk je. Goeiedag. Ja, toch een goede dag. Kunnen we misschien de diafragma een beetje aanpassen zodat je blurred aan de achterkant hebben. Weet je hoe dat moet? Goed idee. Wij gaan haar gewoon jatten. Wij gaan er naartoe lopen en we zeggen gewoon van... Hé, ik zie jou de hele tijd met die camera staan. Ja. Ja, wij hadden je afgesproken met een fotograaf. Die is hier komen daar. Ja. Zo misschien. Ja, en dan... Wil je €100 verdienen? Maar
Wij komen nog met geld, ja, bro. En dan willen we zou niet eens betalen. En we willen industrieel, dus we moeten weg bij deze hele mooie setting. We moeten naar een parkeergarage. Ja. Dat is hem niet. Ik kan het zo even googlen. Canon, ja. Wat zei was het ook weer? Diafragma? Ja. Het zou echt leuk zijn als Snake zegt, oh my god, Nienke, please. Gigagasten. Maar ik ben zo gigafan van jullie. Ik wil zal ik echt even uit de droom halen? Ja. Er kijken geen vrouwen naar ons kanaal, dus het gaat niet gebeuren. Moeten wij misschien wel al een beetje in de buurt staan? Dat we een beetje tot lijkt zo van te wachten zijn al een beetje? Ja, ja. Precies. Onze fotograaf die nu op ja, en af en toe roepen, Jos! Ja, is goed. Ja. God, waar blijft hij nou, hè? Ja, Jos is altijd al laat, man. Maar hij is niet zo laat. Meestal duurt het een kwartiertje, man. Zal ik hem eens bellen? Ja, bel jij Jos even. Hé, hey, Jos. Hé, hey, Goos. Ja, wij staan hier al een tijdje. Je kan niet. Oh. Hey, goeiedag. Hebben we wat verkeerds gedaan? Nee, ja. We gaan filmen, jongen. Ik zou daar even kijken. Volgens mij gaat daar niet helemaal goed, ja, hoor. Ik zou daar even ingrijpen. Die zitten heel dicht op elkaar, hè? Die zitten heel dicht op elkaar. Ik zou daar... Nee. Ik zou daar even polshoogte nemen. Voor zijn jullie aan het filmen dan? Voor giergasten. Oh, leuk, man. Ja. 100 euro, als jij dit nu zo... Bijna een politie omgekocht. Succes, hè. Bedankt, man. Later. Heel fijn dag. Oké, maar goed. Anyway, Jos kan niet. Je hebt AIDS. Mag jij even polshoogte nemen? Dan wacht ik hier even op Jos. Goeiedag. Ik heb een vraagje. Ik zie jou de hele tijd foto's maken. Ik had hier eigenlijk een fotoshoot. Alleen er is een fotograaf helemaal niet komen opdagen. En ik wilde vragen of jij misschien... ik weet niet hoe lang jullie nog bezig zijn. Nou, we zijn bezig eigenlijk, sorry. We willen best 100 euro betalen om jouw foto's te laten. Ik weet niet... We zijn aan het klappen. Okay. Maar over 5 minuutjes? Nee. Nou, wij zijn er gewoon wel even we bezig. We zijn echt nog wel even bezig. Wel een beetje brutaal eigenlijk, man. Oh. We zijn gewoon leuke gesprekken en een shoot aan het maar doen. Maar wat voor shoot heb jij dan? Want, ja. Voor de FHM cover. Dus, van jezelf? Ja. Ja. Met deze kleren. Ja. 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 Op tv ben je wel leuker. Ja, ja. Net, ja. Wat net zeggen over jou ook, man. Goed. Nou, oké, okay, jammer. Ja. Mazzel. Als ja. We tijd over hebben, dan... Ja, dat zou geweldig zijn. Kom, schat een klein in. Of zo. Ja. Ja. Hey, bij de hand. Ik vind het echt zo... Bij de hand. Godverdomme Niels, FHM. Ja. Hoe ongeloofwaardig wil je het hebben? Dat weet ik veel. Kijk naar mij. Ja. Wij zijn gewoon knappe gasten, gozer. Bij FHM, als je zit te kijken, bel ons. Ja, heel eerlijk, het was geen chique actie. Dat zag je ook echt aan Joefat. Ja. Ik was hier echt niet blij mee. Ik ben natuurlijk niet wealthy, zoals jij. Dus misschien bij de fietsen. Bij de koffieshop, zeg maar. Oh ja, meteen ook gewoon junk. Oh ja, pret sigaret op zijn tijd. Het was een hele nare actie. Maar we moesten even, ja, we moesten proberen. Ja. Alleen is het niet gelukt, dus we gaan gewoon keihard op ons mel. We gaan gewoon heel hard verliezen. Ja, jammer. We hebben het geprobeerd. Ik vind haar wel zo'n type die dan zo'n heel zo funky zwijk heeft. Weet je, deze. Beetje brutaal om aan iemands fiets te gaan zitten, maar... Ja, dat kan wel. Kan wel, toch? Oh, zal ik ondertussen weer een koffietje of zo? Oh, lekker. Ja, lekker wel, hè? Wat voor koffie wil je? Cappuccino's, ja? Jij? Decaf? Ja, decaf voor mij, anders gaat die baby hier aan. Ja. Oké, okay, toppie. Wij gaan hier zo hard verliezen. Dit wordt waarschijnlijk gewoon de aflevering dat wij niet eens een poging wagen in geldrovers. We geven gewoon ons geld. Ja, hier alsjeblieft. Je hebt gewonnen, goed gedaan. Ja. We weten zeker dat we het beter gaan doen. Toppen. Nee, joh. Kansloos. Fuck, ja. Nee, ja, je gaat even, ik ga even een cappuccinootje en een decaf cappuccinootje halen, want Missa helpt ons gewoon enorm goed. En jullie moeten oprotten. Ja, wat hadden jullie moeten oprotten. Wat bijna. Bijna. Opzouten. Opzouten jullie. Ja, je hebt een cameraman, zie ik. Ik mag alvast iemand aanspreken, hoor. Wij zijn nog wel even bezig. Wat een klootzak, ja, het irritant is, hij heeft gelijk ook. Kan ik dit ook gewoon zo doen? Ja, dit kan ook wel. Want je ziet toch die buik niet heel erg, toch? Je nakt die fiets gewoon. Nou ja, meer zo van, want zij is echt independent, deze meid, toch? Ja, nu is het wel een beetje zo van, wat ga je met de fiets doen? Is het wel een beetje jatmotion? Ja, maar toch wel cool, want het is wel zo van... Weet je, misschien kom ik net uit de metro. Misschien moet ik wel daar staan voor de close. Maar je mag toch wel een beetje ordinair zijn, toch? Ja, ik ben wel een klein beetje... Ik heb wel attitude. Kan je een beetje doen alsof je een plan naar binnen durft probeert te lokken of zo? Oh ja, goeie. Ik ben natuurlijk aan het... Ook dit wel. Dat kleurtje weer. Dat steekt wel lekker af. Ja, dat kunnen we ook in nabewerking. Kan ik dat wel even... Oh, ik vind het wel heel dik al. Ik
zelf tegen Juffert zeggen dat we in ons nestje staan. Hé, hey, we hebben goede foto's geschoten, jongen. Ja? Oh, Anissa, jullie zullen het koud hebben. En dan realiseren wij ons dat we eigenlijk iets heel doms hebben gedaan. Kijk, we hebben dus een probleempje, hè? We hebben net onze poging gedaan. Wij kunnen al niet meer winnen. Nee. Wij zijn echt achterlijk. Wij hebben zojuist gevraagd aan haar of zij foto's van ons wil nemen. En ze heeft nee gezegd. Ja. Dus oftewel, dat was onze tijd. En het is wel zo, degene die je aanhoudt, ja, dat is dan, hè, je krijgt één poging. Zijn we toch nog een keertje? Ik denk dat jullie wat moeten opbiechten, hè? Ja. Ten allereerste, jongens, ontzettend gefeliciteerd. Jullie hebben gewonnen. Ja. Wel, hè? We hebben net onze poging al gedaan, kwamen we achter. Wij hebben natuurlijk net aan haar gevraagd of ze een foto van ons wil nemen. Oh, onze opgestelde regels. Ja, oké. Okay. Maar wacht, zij moet even wat hebben. Ja, heel even inderdaad. Wat is er aan de hand? Ja, er is wat aan de hand. Jij bent echt onze, een held. Jij hebt onze dag gemaakt. Geweldig. Wij zochten namelijk, we hebben een weddenschap met de jongens gelegd. Om een wie het langst een fotoshoot kon krijgen. En jij kwam als een engel over die brug gegalopeerd. En jij hebt ook foto's, echt, er zijn knijters van foto's op je camera. Laten we in wel deze. Kijk eens liever, we hebben hier een wijntje voor je gehaald. En je moet echt weten dat al onze gesprekken wel oprecht zijn geweest. Ja, jouw verhaal over de FHM Common vond ik altijd heel sterk. Zeg gewoon dat je een fotoshoot wil hebben voor de lokale schaakclub. Nee. Maar kijk naar ons. FHM. Joost, we mogen er wezen. Kom op. Own your body. Nee, maar thanks dat je het zo lang met ons uitgehaald en ons ook serieus nam. Ik vond het oprecht heel leuk. Wij ook! Fantastisch, ja. Wij gingen ook echt met de minuut steeds lekkerder, moeten we wel eerlijk toegeven. Ja. Heel eerlijk, wij hebben gewoon €300 verloren. Ja. Ja. Het is dan ook maar eens een keer het moment om die flappen te gaan lappen. Cheers! Cheers. Op de winst! €150 van mijn rekening. En nog een keer €150 van Joost's rekening. Alsjeblieft. Merci. Nienke. Dankjewel, man. Eerlijk verdiend. Ja, vind ik ook. Ja. En zoals we al zeiden, eerlijk zullen we alles delen. En daar ga je dan, liefie. Kijk eens. Ja, dit vind ik wel heel netjes. Dit vind ik heel goed. Goed gedaan, jongens. Nienke, Juvat, heel erg bedankt voor jullie deelname. Geniet ervan. Graag gedaan. We winnen graag, Nienke en ik. Ja, we zijn echt ziek hard ingemaakt. Misschien wel de allerergste keer ooit. En volgende week hebben we de laatste poging, want dat is de laatste aflevering, om weer een beetje geld te winnen. En ga zeker kijken, want we hebben weer een mega leuke weddenschap. En die keer is het tegen QC en Nessim. Jullie in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later. Later. Inderdaad, volgende week alweer de allerlaatste geldrovers, waarin Nessim, QC en Boer Ayoub ons uitdagen voor een vrije trappen challenge met handicap. Oh! 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 Yes! Ja! Yes! Yes! Gewoon, blijf dat ding drukken! Yes! Lekker! Lekker! Serieus, man!